Zoals ik trots ben op het feit dat ik Suriname in deze zaak mag bijstaan, schaam ik me een heel klein beetje voor het Openbaar Ministerie in Nederland in deze zaak. Niet alleen vanwege het rapport dat door PG Fokkers vanochtend is uitgebracht en die zegt af en toe is er onethisch leiderschap bij het Openbaar Ministerie, dat is een groot probleem. Ik schaam mij voor de manier waarop in deze manier te werk is gegaan, dat kan ik u ronduit zeggen. En als de governor zegt wij zijn in deze het slachtoffer geworden van internationaal optreden, dan kan ik dat niet zozeer vanuit moreel perspectief, maar vanuit professioneel perspectief kan ik dat beamen. Binnen het Openbaar Ministerie en de douane zijn op een bepaald moment criteria, indicatoren ontwikkeld op basis waarvan men vindt dat cash geldzendingen in zijn algemeenheid verdacht zijn en in welke bijzondere gevallen cash geldzendingen verdacht zijn als ze grensoverschrijdend gepleegd worden door criminele organisaties. Nu is het voor mij onvoorstelbaar gebeurd, want als je die indicatoren hebt ontwikkeld voor criminele organisaties, dan ga je die matrix natuurlijk niet één op één plakken op wat hier gebeurde, namelijk een regulier geldtransport van 3 well-reputed banks onder verantwoordelijkheid van de centrale bank, uitgevoerd door een erkend waardetransporteur. En al helemaal niet, omdat die geldtransporten al 6 jaar plaatsvinden en gewoon bekend is dat die moeten plaatsvinden, gelet op de financiële monetaire situatie in Suriname. Dus het is een heel, heel, heel bijzondere, en wij hebben wel eens tegen elkaar gezegd, een betrekkelijk drieste, misplaatste actie geweest. Ik zal u één voorbeeld geven. Er gaan een paar indicatoren, 3 geloof ik zelfs in totaal, die zeggen ja, het waren gebruikte bankbiljetten. En dat is dan een indicator dat het inderdaad zou gaan om crimineel geld. En denk ik, ja, dat haal je de koekoek dat het gebruikte bankbiljetten zijn. Want zo komen die biljetten nou eenmaal hier bij de banken terecht. Dus zo'n indicator zegt heel erg weinig. Nee, in alle opzichten vormen die indicatoren geen rechtvaardiging voor dit beslag. We hebben in overleg eensgezind en unaniem besloten dat wij nu doodgewoon de situatie niet langer kunnen laten voortduren. En zullen wij binnen een paar weken, voor juni nog, een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank en de rechter laten oordelen over de rechtmatigheid van het beslag en de rechtmatigheid van de voortzetting. En wat ons bewogen heeft om uiteindelijk dat bezwaarschrift in te dienen is dat het Openbaar Ministerie geen nader onserieus onderzoek meer deed, niet kwam met aanvullende informatie, maar desondanks niet bereid was om het beslag weer vrij te geven. Wij zijn als team in overleg getreden met het Openbaar Ministerie. Doorgaans zijn officieren van justitie best redelijke en integere mensen, dus wij dachten, nou, wij overtuigen ze wel van het feit dat ze dat geld los moeten laten. Er is geen begin van een verdenking van een delict waar dat geld van afkomstig zou zijn. En het Openbaar Ministerie zegt zelf, alle banken zijn geen verdachten in deze zaak. Er is geen verdachte in deze zaak. Geen. Geen verdachte. En in dit geval denken wij dat wij misschien niet altijd eerlijk zijn geïnformeerd door de officieren. Want die hebben heel lang gezegd, wij houden die cashpartij geld houden wij in beslag. Want wij gaan DNA-onderzoek doen aan de bankbiljetten en wij gaan dactyloscopisch onderzoek doen aan de biljetten. En wij zeggen, ja, als je dactyloscopisch onderzoek en DNA-onderzoek gaat doen, dan ben je jaren verder, je legt het hele NFI plat en de kosten zijn groter dan die hele partij van 20 miljoen. Toen op een bepaald moment hoorden we heel plots, cashgeld is er niet meer, het is giraal. Toen hadden wij wel het gevoel dat dat al ietsje eerder was gebeurd, maar dat dat mogelijk niet direct was medegedeeld, omdat er dan ook geen grond meer zou zijn geweest voor beslag, namelijk waarheidsvinding. Maar als u mij nou vraagt, zijn er in deze zaak aanwijzingen te vinden dat er politieke invloed is geweest op het Openbaar Ministerie om deze zending eens in beslag te nemen om Suriname dwars te zitten? Nee. Als ik het dossier lees, dan denk ik veel eerder aan een misslag, een drieste actie, een ondoordachte actie. Noem het voor mijn part zelfs een blunder van het OM, dat woord is ook in mij opgekomen. Maar bewuste politieke beïnvloeding van het Openbaar Ministerie om dit te doen, nee, dat ben ik niet tegengekomen en daar zijn geen aanwijzingen voor.
Het is toch in wezen volkomen ongepast dat Nederland zich opstelt als de toezichthouder van de Surinaamse banken, terwijl we net hebben moeten constateren dat het bij een van de grootste Nederlandse banken, waar de staat een belangrijk aandeelhouder in was, kort gezegd zo'n puinhoop was dat er voor een miljard, dan is 19,5 miljoen nog helemaal niks, dat er voor een miljard geschikt moest worden. En DNB misschien toezichthoudend ook niet altijd even alert was geweest. Kortom, als ik zou spreken met Nederlandse functionaris, zou ik zeggen, laat het toezicht op de Surinaamse banken nou vooral aan de centrale Surinaamse bank. En als je overigens de internationale rapporten leest, dan doet Suriname het helemaal niet zo slecht. Komt niet voor op enige lijst van landen die geblacklist moeten worden vanwege een heel hoog witwasrisico. En Nederland, hou je eigen bankwezen in de gaten. Maar bemoei je niet met Suriname in dit opzicht.